Iets wat je moet kunnen voor je examen is de Europese en de internationale samenwerking herkennen en beschrijven in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Nou, en daarom zagen we in de vorige video al hoe die Verenigde Naties werkten. En in deze video gaan we eens kijken naar hoe de Europese samenwerking vorm kreeg na afloop van die Tweede Wereldoorlog. Want dat was wel iets waar men het over eens was na die Tweede Wereldoorlog. Dit willen we nooit meer. We moeten meer gaan samenwerken. En dat wilden ze dus eigenlijk om twee redenen. Nou, ten eerste om die uh, verschrikking van die Tweede Wereldoorlog tegen te gaan. En men was ook heel erg bang dat er in Duitsland weer van het militarisme op zou komen. Hè. Dat, dat er misschien wel weer een, een derde grote Europese oorlog zou komen. Dus daarom wilde men graag uh, samenwerken met West-Duitsland. Om dan zo Duitsland een beetje ook in de gaten te kunnen houden, onder controle te kunnen houden. Ja, en men was in West-Europa ook heel erg bang voor het communisme. Hè? De, de, het Oostblok, Oost-Europa was al communistisch. Ja, misschien sloeg dat wel over naar West-Europa. Dus ook daarom vond men in West-Europa: we kunnen maar beter samenwerken. Want dan kunnen we de dreiging van het communisme beter tegengaan. Nou, en dat zorgt ervoor dat de Europese Gemeenschap voor kolen en staal wordt opgericht. In 1952 is dat. En uh, die EGKS dat is een economisch samenwerkingsverband van zes Europese landen. En die zie je hier: Nederland, België, Luxemburg, West-Duitsland, Frankrijk en Italië. En die gaan samenwerken op het gebied van kolen en staal. En ja, dat is niet toevallig dat ze voor kolen en staal kiezen, want uh, dat zijn allebei belangrijke zaken binnen de industrie. En als ze daarin uh, samenwerken, dan werden ze ook meer afhankelijk van elkaar. Maar goed, het waren ook uh, belangrijke materialen om oorlogsmaterieel te kunnen fabriceren: hè? De voertuigen en wapens en dergelijke. Dus als ze daar meer in samenwerkten, dan konden ze elkaar ook controleren. En dan, dan, dan konden ze dus ook zien als die ander in één keer weer meer wapens zou gaan produceren. Dus daarom kolen en staal. Nou ja, die samenwerking van die zes West-Europese landen die bevalt wel en uiteindelijk besluiten ze in 1957, van, nou, misschien moeten we die samenwerking gaan uitbreiden en dan wordt de Europese economische gemeenschap opgericht. En dat is dus eh, ja, economische samenwerking van weer die landen, maar dus niet alleen maar meer op het gebied van kolen en staal, dat werd nu ook naar andere sectoren van de economie uitgebreid. Nou, zo wordt de samenwerking steeds hechter en uiteindelijk uh, besluit men uh, tot oprichting van de Europese gemeenschap. En daarin gaan die EGKS en die EEG, samen met overigens ook nog het Euratom, het Europese atoombureau, uh, wordt dat samengevoegd in ja, dus die EEG, de Europese gemeenschap. Nou, en je ziet dat daar vanaf 1973 ook uh, Groot-Brittannië en Ierland bij komen en Denemarken. Dat daar in de jaren 80 ook een aantal Zuid-Europese landen bij komen: Portugal, Spanje, Griekenland. En ja dat in 1990, als Duitsland weer één wordt, zullen we in latere video's ook nog gaan zien, dat daar uiteraard ook Oost-Duitsland aan bij komt. Maar goed, de samenwerking in Europa wordt dus in de decennia, in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, steeds hechter.